Mensen in Altena gedragen zich echt voor bijna 100% heel erg goed en dat is ook maar goed ook. Blijf dat ook gewoon doen. Burgemeester Lichtenberg maakte samen met een BOA een ronde door enkele kernen van Altena om te zien hoe men zich houdt aan maatregelen rondom het coronavirus. Eigenlijk best goed. Ik ben vanochtend samen met een van onze BOA's, met John, een rondje gaan lopen. Eerst door Wijk en Aalburg, om daar eens te kijken hoe mensen zich gedragen. En dan is het goed om te zien dat mensen allemaal binnen blijven. En dat ook bij een school kinderen op een goede manier worden opgevangen. Wel buiten spelen, maar met voldoende afstand daartussen. Mensen die ook bezig zijn hun eigen opritje schoon te maken. Toch een frisse neus halen, maar dan in de eigen omgeving dat doen. Het is goed om te zien dat mensen zich zo goed gedragen. En dat geldt ook hier op de markt. Op zich is het natuurlijk bijzonder dat markten, daar mogen de non-food mocht daar niet meer komen. Maar de food gelukkig wel. En er zijn nog voldoende mensen die hier nog hun boodschappen komen doen. Dus dat is ook voor de ondernemers heel erg fijn dat die nog kunnen doordraaien. Het winkelende publiek op de markt in Andel had geen moeite om de 1,5 meter afstand te bewaren. Nee hoor, nee, want ze hebben het netjes ingericht. Iedereen houdt er rekening mee. Iedereen kijkt om zich heen. Nee, ik vind het niet moeilijk. Nou ja, eigenlijk kijk je wel een soort om je heen. Zo van, oh ja, lopen. Ja, je kijkt echt meer voor jezelf dan dat je voor anderen kijkt. We hebben speciale vakken gecreëerd, zodat mensen allemaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Zo blijven we ons aan de regels houden. We hebben overal kratten tussen gedaan, zodat ze overal afstand houden. Niemand gaat op elkaar staan en iedereen houdt echt wel goed afstand, hè? De burgemeester heeft grote waardering voor het naleven van de maatregelen. Zeker en fijn dat ook, hè, iedereen heeft daar bij de marktkraam ook opstellingen voor gemaakt om dat te doen. En ik zie dat ook in supermarkten gebeuren. Overal houden mensen zich netjes aan die 1,5 meter. Is ook wel duidelijk dat mensen dat moeten blijven doen. De handhaving loopt niet voor niks op straat. Dus hier en daar kijken we ook echt of mensen ook zich gedragen aan de regels. En anders dan gaan we toch echt ingrijpen. En ik hoop ook dat mensen dat dit weekend blijven doen. Het wordt natuurlijk mooi weer. En iedereen zit natuurlijk ook een tijdje binnen en we willen graag naar buiten. En dat is op zichzelf ook begrijpelijk. Maar ja, juist met het mooie weer. Probeer het zoveel mogelijk beperkt te houden tot de eigen woonomgeving. Ga dan buiten de stoep vegen of ga buiten iets doen in je eigen woonomgeving. Maar ga niet elkaar ergens massaal weer op zitten te zoeken waarbij er heel veel bewegingen gaan ontstaan. Want we moeten met elkaar volhouden dat we elkaar minder treffen, zodat we dat virus echt zoveel mogelijk uitdammen. We zijn een beetje op de goede weg, we moeten het ook echt volhouden. Het is belangrijk om deze in de toekomst ook te blijven volgen. Nou, we hebben nog een paar. De meeste mensen houden zich er gewoon aan. Maar ja, hier en daar moeten we toch een waarschuwing uitdelen. En dan krijgen mensen ook een brief van mij. En als ze zich dan nog niet aan de spelregels houden, dan gaan er echt maatregelen treffen. Er zijn momenteel slechts enkele waarschuwingen uitgedeeld. Nou, dat veel mensen daar ook aandacht voor hebben en ook uit elkaar zijn. En op zichzelf houdt iedereen zich daar prima aan, John, hè, volgens mij. Dus ja, dat is ook goed om te zien. En ze worden ook goed bejegend en dat is ook terecht, want dat hoort ook zo. Van mensen die zeggen van, wil je daar even kijken, want daar zijn een groepje jongeren aan het basketballen en wel echt dicht op elkaar. Of wil je daar eens gaan kijken? Nou, dat is ook heel goed. Mensen kunnen dat ook gewoon melden. Kunnen dat ook gewoon melden bij de gemeente, bij het meldpunt. En dan gaan we ook met de BOA's gaan we kijken of dat inderdaad ook een melding is waar we op in moeten gaan.